Wat bij ons in de sector speelt, zien we dat er een vraag is naar machines die energie terug opwekken en kunnen leveren. Wij passen deze systemen al volop toe. En mede door corona zien wij verhoogde vraag naar automatiseringen van machines, machinelijnen en soms gehele fabrieken. Waardoor bijvoorbeeld service en onderhoud van afstand geleverd kan worden. Onze klanten komen uit alle marktsegmenten. Denk aan energie, infra en rail, food en packaging. Denk aan researchbureaus of engineeringsbureaus. Wat wij doen als bedrijf, wij zijn een system integrator. Ontwikkelen hardware en software oplossingen voor besturingssystemen. En onze specialismen zijn motion en renewable. En motion is een samenhang van veel bewegingen die heel nauwkeurig samenwerken. Waardoor een machine synchroon en heel soepel loopt. Bij ons kwam de vraag om een besturingssysteem te ontwikkelen voor een energie-neutraal systeem voor de brug naar boven en naar beneden te bewegen. En daar hebben wij iets ontwikkeld en uitgevoerd. We staan hier bij de Rampelbrug in Enns en die werkt op zonne-energie. Maar ja, dat kan natuurlijk helemaal niet, dus daar hebben we een idee, een plan voor verzonnen. Wij lenen energie als de brug omhoog gaat. En als de brug weer zakt, dan met het remmen vangen wij weer energie op die we terugleveren. En het rendementsverschil hiervan lossen wij op met de zonnecellen, waardoor die volledig energie-neutraal is. Van leveranciers kregen wij de vraag om hoge vermogens voor boten te ontwikkelen. En ja, die uitdaging zijn we aangegaan met een internationale samenwerking met een paar partners. Hebben we uiteindelijk die boot ontworpen en uiteindelijk de resultaten zijn 512 volt. En actieradius van 200 kilometer met een maximale cruisesnelheid van 50 kilometer per uur.